Ze zijn echt heel zwaar. Ik wil dit voor mezelf ook. Dat was heel overdreven, maar het ruikt echt heel lekker. Ben ik weer. Welkom bij een nieuwe Action Shop blog. Super leuk dat je kijkt. Ik ben Marloes en je kent me misschien van mijn blog budgetproof.nl. Volg me vooral op Instagram @marloesbudgetproof. Ik vind het super leuk om hier weer te zitten. Het is een tijdje geleden en ik weet dat jullie erop hebben gewacht. Nou, en ik zelf ook. Ik ben lekker gaan shoppen in een Action winkel op zoek naar cadeautjes voor moederdag. Onder de 5 euro. Het is natuurlijk een hele gekke tijd. We zitten er nog steeds in met z'n allen. Dus we maken er maar het beste van. De winkels zijn gewoon open. Wel coronaproof natuurlijk. Dus als je winkelt, doe het op 1,5 meter afstand. Hou rekening met de mensen om je heen. Ik maak deze video ter inspiratie. Zodat je gericht kan shoppen. Lekker efficiënt, snel. In je mandje gooien. In je eentje. Gewoon hop hop, go. Inladen en wegwezen. Voordat we gaan beginnen wil ik even een digitale knuffel geven. Aan alle mensen die geen mama hebben om moederdag te vieren. Dikke kus. Laten we gaan kijken naar de producten die ik heb geshopt. Ik heb dus echt heel veel geshopt weer. Zoals je van me gewend bent. Voor alle mama's zit er wel wat bij. Nou, komt ie. Laten we beginnen met dit ding. Het is een terrarium. Een vaas die je kan ophangen. En het is leuk om hier je eigen terrariumpje in te maken met planten. Kan zijn echte planten of neppen. Terrariumvaas gevonden. €3,79 is hij. Oh, wat ook leuk is natuurlijk om hem al voor je moeder te vullen met plantjes. Deze moest er natuurlijk bij zitten. Een kant-en-klaar masker, beschermend en voedend. Van Dr. Van der Hoog. Dat vind ik wel echt zo'n moedermerk. Ik hoop niet dat ik iemand nu beledig, maar ik vind het gewoon een mooi merkje waar moeders heel blij van worden. Waan je in exotische sferen. Nou, dat kunnen we nu allemaal wel gebruiken, denk ik. 99 cent. Volgende product is een kledingstuk. Eigenlijk had ik dit niet op mijn lijstje staan, maar ik liep er voorbij, zoals dat altijd bij Action gaat. En hij belandde op de een of andere manier in mijn karretje. Ik zag namelijk mijn moeder hier al helemaal in. Ik vind het een heel leuk topje met een veehalsje. Met een soort van dierenprintje, maar dan toch heel erg subtiel. Dus mama's worden hier vast ook blij mee. Geen Nel Veerkamp idee. En hij loopt wat wijder uit. Ik weet dat mijn moeder eigenlijk geen topjes draagt zonder mouwen. Want ze vindt deze dingetjes die zeg maar hier onder aan de armen hangen niet zo mooi. Maar mam, ik vind je prachtig. Ook met je kippenfiletjes hieronder. €3,99. Nou, de volgende in de rij is een zonnebril. Ik vond het gewoon wel een grappig modelletje. Een beetje een cat-eye model. En hij heeft hier blauw en hieronder doorzichtig. Deze moest bij mijn moeder er sowieso in. Want mijn moeder gaat altijd op de zonnebrillen zitten. Of die gooit ze gewoon zo in een tas. En dan komen ze er met één poot weer uit. En voor 99 cent kan je nog eens leuk afwisselen. Dus dat vind ik het leuke hieraan. En hij beschermt je ogen tegen UV-straling. Dat doen niet alle zonnebrillen. Dit is een klassieker onder de moederdag cadeautjes. Je hebt ze natuurlijk van Celebrations. Maar deze is van Merci. Die is een tikkie luxer. Ik vond deze heel erg leuk omdat hij allerlei verschillende smaakjes heeft. En hij ziet er ook gewoon, nou ja, vrolijk uit met roze en rode bloemetjes. Merci Petits in hartvorm €3,99. Dan deze. Stiekem ging mijn hart hier sneller van kloppen. Maar ik denk dat mijn moeder ze ook heel leuk zou vinden. Mijn moeder is namelijk echt het type niet lullen maar poetsen. Poetsen houdt ze trouwens niet van, maar je snapt wat ik bedoel. Hier staat namelijk op No Drama Lama. Ja, ik vind het echt om te gieren eigenlijk. Voor 2 stuks, ze zijn van Newborn Porselein, betaal je €2,99. Fakkel voor in de tuin met citronella kaars. hoe laat ik dit zien? Want hij is heel hoog. Ziet er leuk uit. Zo woep in de tuin. En dan ben je klaar voor, oh, €1,79. Dat is echt goedkoop. Nou, leuk. Volgende voor in je tuin. Ik heb best wel wat producten voor in je tuin. Ik merk dat heel veel mensen nu een tuin gaan aankleden. Omdat we daar gewoon meer tijd gaan doorbrengen. Vakantie in eigen tuin wordt het eigenlijk deze zomer, denk ik. Dit is een buitenkussenhoes. Dus die is tegen water bestand. Ziet er gewoon heel erg gezellig en tropisch uit. En je moet er wel even zelf een kussentje in doen. Maar dat kan gewoon hierin. €1,48. Dit is nu echt een grote trend. Diamond painting. Dat is eigenlijk een schilderijtje met allemaal kleine diamantjes. 15.000 diamantjes. En daar maak je dus een schilderij mee. Superleuk om nu te doen. Nu je meer tijd binnen moet besteden. En ze gaan heel erg snel, hoorde ik in de winkel. €3,99 voor dit complete pakket. En dan zit dan zo'n stiftje bij. En alles wat je nodig hebt. Ja, ik heb stiekem dus... Oeh, ik spuug helemaal. Ik heb stiekem dus vals gespeeld. Want dit is een gift set die €5,95 kost. Maar ik vond hem zo leuk dat hij gewoon in het mandje beland is. Home is where your mom is. Het is een soort van adventskalendertje eigenlijk. Met achter elk raampje of deurtje zit een ander product. Van shower gel tot lipgloss en handcreme. En wat die kost had ik al gezegd. €5,95. Ja,
Dit vind ik dus echt een giller. Ik vind het hilarisch om zo'n gezellige flamingo in je tuin te zetten. Deze moet je nog wel even aan elkaar monteren, maar hij kostte ook niet veel. Volgens mij €2,76 kost hij. Mijn moeder houdt heel erg van crempjes en douchegel en dat soort dingen. Body lotion bedoel ik, niet crempjes, allerlei fancy crempjes, maar gewoon dof. Daar is mijn moeder dol op. En dit is toevallig een cadeauverpakking met een deo, mijn lievelingsdeo. En een body wash en een douchepuff. Dolph gift set is €3,95 voor al deze producten. Dus dat is een kopie. En dan blijven we even in de badkamer hangen. Want mijn moeder is inmiddels... Hoe oud ben je, mam? Ik ben 62? Oeh, daar moet ik veel te lang over nadenken. Mijn moeder is een beetje kippen. Gewoon, die ziet niet meer zo lekker. Dus sorry, mam. Love you. Het is dus een lamp die je zo met deze zuignappen gewoon op... vastplakt en kost €3,59. Ja, ik droomde hier vroeger echt van zo'n theaterlamp. Ik wil dit voor mezelf ook. Kijk, er zit hier zo'n knopje dat je hem aan en uit kan doen. Love it. Ik weet niet of jouw moeder ook dol is op servetjes, maar mijn moeder heeft een hele mand met allerlei servetten. Net alsof we altijd met servetten eten, maar dat is helemaal niet zo. En elke keer tovert ze daar dan zo'n servet uit. Dit zijn lenteservetten, dus mam... Ergens volgend jaar februari komen deze waarschijnlijk weer tevoorschijn. Ik vond ze er heel erg gezellig uitzien met klaprozen, lavendel, allerlei lente dingetjes, vlinders. En ze zijn heel erg fluffy. 20 stuks, 2 laags, 99 cent. Nou, de meeste mensen doen nu natuurlijk alleen maar praktische boodschappen, waar Action ook echt super geschikt voor is. En dit is wel zo'n praktisch cadeau, maar ik vond ze er heel erg leuk uitzien. Dit is namelijk een theedoek en een handdoek. Dus een mooi setje voor in de keuken met zebraprint. Zebra is helemaal je van het momenteel. €1,29 en €1,39 uit mijn hoofd. Dan kan je op safari in eigen keuken. Volgende is weer een tuinitem. Ik fleur die hele tuin van mijn moeder op, want ze heeft een nieuwe tuin. Niet een nieuwe tuin, een nieuw huis. Nou ja... Whatever, ze is met de tuin bezig. Dit is een hangmand. Er zit zo plastic in, zodat het aarde er niet ter aarde stort. Hang je gezellig op. Leuk met van die plantjes die hier overvallen. En hij was echt heel goedkoop. €1,95. Dan ga ik nu beginnen met het beautyschap dat ik heb geplunderd eigenlijk. Want ik heb heel veel beauty spulletjes voor mijn moeder meegenomen. Zoals deze lipstick. Dit is een rimmel lipstick. Een koraalrode kleur. Dus ik weet niet of hij helemaal perfect is voor mijn moeder. Mijn moeder draagt... altijd rode lipstick. En een matching nagellakje. Dit nagellakje is van Miss Sporty. Dus dat is een A-merk. En bij dat nagellakje heb ik dit dingetje gekocht. Het is een nageldroger. Hoe leuk. Normaal zitten we natuurlijk altijd zo onder de koude kraan of zo. Met je vingers of allemaal gedutste nageltjes. Oh, wat fancy. Dan heb je helemaal je eigen nagelsalon. €2,34. Huh? €2,34 voor een nageldroger. Ik vind het echt heel leuk. Nou, handzeep is heilig natuurlijk in deze rare tijd. Dan kan je maar beter een leuke handzeep hebben. Deze is echt heel lief. Er staat een hele schattige boodschap op. You are one in a melon. Er zijn allemaal hartjes op met meloen. Ja, ja, ja. Hij ruikt naar meloen. Echt mega leuk dit. Deze meloen handzeep is 99 cent. Oh ja, nog meer beauty. Deze belandde eigenlijk in mijn mandje omdat ik heel nieuwsgierig was. Dit is een multipurpose moisturizing balm. Voor je lippen, voor je huid, voor je wangen. Ik weet niet, mam, of deze het haalt om bij jou aan te komen. Want ik vind het zelf heel erg leuk. Wonderbalm. Oh, hij heet ook echt Wonderbalm. Nah, 98 cent. Ik heb ook nog een paar tuinitems uit de tas getoverd. Dit is een insectenhotel. Ik vind het dus echt heel lief. En we weten allemaal dat insecten gewoon eigenlijk heel belangrijk zijn voor je tuin. En hier kunnen ze in wonen. €1,95 is deze kleine variant. En hij is er ook in het groot. En je kan hem ophangen met een haakje. Dit is een zonnebloemkweekset. En nu gaan alle mensen los met hun moestuinen. Waaronder ikzelf. Echt, ik ben echt een trotse plantenmama. Als die plantjes zo boven komen, echt, dan maak ik me ultiem blij. Deze komen in een leuk potje. Zien er leuk uit om cadeau te geven. 63 cent. Over kweken gesproken. Hoe leuk is het als je straks in eigen tuin een vakantie aan het vieren bent. En dan je hele tuin in bloei staat. Dit is een dahlia mix. Met 3 dahlia bollen. €1,79. Ik ben wel benieuwd wat voor kleur je dan krijgt. Dat is een verrassing, denk ik. Natuurlijk heb ik ook een interieur item geshopt. En wel deze hele trendy... Trendy vind ik echt een tuttig woord. Deze hele hippe lamp in de vorm van een diamant. Die heeft helemaal geen lampenkap nodig eigenlijk. Kijk, zo ziet hij eruit.
als een diamant en hij heeft van die draakjes dus die licht geven. Het is een gouden variant en ik weet niet of je het goed kan zien, maar deze lamp zelf heeft ook een beetje een gouden gloedje. Dus ik denk dat hij echt heel gezellig licht geeft. Deze lamp is €4,99. Ik vind het echt een top uitvinding dat Action dit ook heeft. Dit vind ik echt zo'n typisch grappig Action product, dat je dit in de schappen ziet staan en dat je denkt... Hè? Het zijn spa sokken. Spa gel sokken om precies te zijn. Smeer je je voeten in met je favoriete voetlotion. En dan word je gewoon wakker met poezelige voetjes als je dit naar bed aandoet. Leuk! Ze zijn roze. Er staan allemaal schattige voetjes op. Ze zijn echt heel zwaar. Waarschijnlijk omdat ze gevuld zijn. Oh ja. Oh! Dit voelt heel grappig. Washable en reusable. Dus je kan ze gewoon hergebruiken en wassen. €2,98. Geinig dit. Ik vind het echt een leuk product. Daar komen ze. Ik heb er twee. Deze ruikt echt hemels. Dat was heel overdreven, maar het ruikt echt heel lekker. Naar ananas en kokos. Lekker. En deze vond ik gewoon heel erg lief. Omdat ze erop staat. You are my sunshine. En mijn mama is mijn sunshine. Allebei €1,99. En heel erg leuk om met elkaar te combineren. Omdat deze zwart in de print hebben en deze goud met zwart zijn. Dan nog even een praktisch cadeautje. Want ik weet niet of jouw mama ook van die koffiecupjes in het koffiezetapparaat propt. De mijne in ieder geval wel. Dit is een koffiecuphouder geschikt voor 30 capsules. Het staat wel heel erg gezellig en chic eigenlijk. Oh, het is gemaakt van roestvrij staal. Dus dat is mega handig voor in de keuken. €1,99. Dat waren ze. De moederdag cadeautjes van Action onder de €5. Er is natuurlijk nog heel veel, maar dit heb ik geshopt om je te inspireren. En zodat je gericht kan winkelen. Ik vond het persoonlijk heel erg leuk om deze shoplog weer op te nemen. En ik hoop dat jij het net zo leuk vond om te kijken. Doe een duimpje omhoog als je de shoplogs ook zo gemist hebt. Volgende week maandag zijn we er weer met een nieuwe video. Ik hoop je volgende week te zien. Tot dan, doei!